Deze informatiefilm gaat over zuurstoftoediening aan laryngectomie-patiënten met een permanente halstoma. Bij deze patiënten is het halstoma de enige ademweg. Zuurstoftoediening bij tracheotomie-patiënten is enigszins vergelijkbaar, maar hier is in veel gevallen sprake van een niet-permanente halstoma. Bij een tracheotomie heeft de patiënt een kanule. De binnenkanule mag verwijderd worden, de buitenkanule niet. Bij een gelaringectomeerde is het strottenhoofd verwijderd. Een gelaringectomeerde ademt uitsluitend via een opening in de hals, het stoma. Zuurstoftoediening en/of beademing via de neus en/of de mond is zinloos. Een gelaringectomeerde draagt vaak een pleister, tube of button met een beschermingsfilter. Er zijn verschillende typen filters, die ook wel HME of kunstneus worden genoemd. Voor zuurstoftoediening. Verwijder de filter. De pleister, tube of button kan blijven zitten. Op de pleister, tube of button kunnen speciale hulpmiddelen worden gebruikt voor zuurstoftoediening. Vraag of de gelaringectomeerde deze speciale hulpmiddelen zelf bij zich heeft. Mogelijk zijn deze hulpmiddelen ook beschikbaar via de KNO-afdeling van het ziekenhuis of te verkrijgen via de patiëntenvereniging. Wanneer de speciale hulpmiddelen niet beschikbaar zijn, kan ook gebruik worden gemaakt van een standaard zuurstofbrilletje in combinatie met een filter. Zijn deze materialen niet beschikbaar of heeft de gelaringektomeerde geen pleister tube of button, gebruik dan een zuurstofmasker en plaats deze over het tracheostoma. Het grote risico bij zuurstoftoediening via het tracheostoma is het indrogen van slijm in de luchtpijp, waardoor een harde, soms vastzittende slijmprop kan ontstaan met vernauwing van de luchtweg en benauwdheid tot gevolg. Inspecteer zo nodig de luchtweg met een lampje of fiberscoop. Het wordt sterk ontraden om langer dan 1 uur zuurstof toe te dienen zonder adequate luchtbevochtiging. Om het indrogen van slijm te voorkomen moeten de volgende maatregelen worden genomen. 1. Zuurstof toedienen met speciale hulpmiddelen, zoals getoond. 2. Bevochtigde zuurstof geven. Bij gebruik van een filter de zuurstof niet bevochtigen, omdat de filter dan te vochtig wordt en het ademen bemoeilijkt. 3. Regelmatig fysiologisch zout druppelen. Hiervoor wordt een 2 cc spuitje gevuld met fysiologisch zout. Indien aanwezig, verwijder het filter. Spuit druppelsgewijs fysiologisch zout tot een hoestprikkel ontstaat. Vang het slijm op met een gaasje of zuig het uit. Herhaal dit zo nodig. Plaats daarna het eventuele filter terug. Heeft u nog vragen naar aanleiding van deze informatiefilm? Dan kunt u contact opnemen met de patiëntenvereniging of met de KNO-afdeling van een hoofdhalscentrum. U vindt de contactgegevens op de website www.nwhht.nl.